Op het Onafhankelijkheidsplein is gisteren de Enchanted Christmas Forest geopend. Deze is een initiatief van First Lady Melissa Santokhi Sinashari en is dit jaar tot uiting gebracht door Big Will Group NV. De opzet heeft de staat niets gekost. De overheid komt wel in met enkele diensten, zoals ordehandhaving en de brandweer. In 2020 had ik het idee om niet enkel een kerstboom neer te zetten hier op het plein. En dan zijn we gaan zoeken, hoe gaan we het doen? En in de korte periode, in deze korte periode, is de Enchanted Christmas Forest uitgegroeid tot een Surinaamse traditie. Dus, dan, hier staat het. In de afgelopen periode heb ik vernomen dat heel wat mensen zich afvroegen, waar blijft de boom? Waar blijven de versierselen? Wel, lieve mensen, de Grinch was weer actief. Die heeft weer de Christmas spirit willen ontmoedigen. Maar weet je, door eerlijkheid, positiviteit en hard werken zal je altijd overwinnen. En daarom heb je het hier vandaag. Zometeen gaan de lichten aan. Are you excited? President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat de maand december een feestmaand is en dat er ook met de samenleving gefeest zal worden. En we gaan ook feesten. En we gaan ook een feest geven aan alle kinderen. Met de Enchanted Christmas Forest. Geweldig georganiseerd. Mooie sfeer. Maar ook een mooie spirit. Vanuit deze plaats wil ik alle ondersteuners bedanken voor dit project. Dit doen jullie niet voor de president. Dit doen jullie voor onze samenleving. Een samenleving die door een moeilijke tijd heen gaat. Met een zware crisis. Maar we gaan de problemen oplossen. Samen. Asar namang. We lossen dit probleem op. Lekvo los ala den tra probleem op. Je hebt geen probleem, maar ook to den biggie probleem. Zodat iedereen goed kan leven. Gelukkig. Kan leven. The Enchanted Forest blijft op het Onafhankelijkheidsplein tot en met dinsdag 3 januari.